Oké. Okay. Ja, ze doet het. Leuk je zijn. Ik zal proberen wat rustig en gearticuleerd te praten. Dat is wel een valkuil voor mij, zeker in het Nederlands. Als ik te snel ga of je kan me niet meer volgen, grijp dan in. Het liefst heb ik dat je gewoon tijdens de sessie jezelf op mute zet. Dan heb je het andere minste achtergrondgeluid. Dus dat is wel het lekkerste. En als je dan wat wil zeggen, dan ga je van de unmute af en dan grijp je gewoon in. Dus dat werkt het prettigste. Ik heb twee computers staan. Eén van heeft de superresolutie. Dat is misschien wat lastig te lezen, maar dat is mijn computer waar alles op staat. Dus daar begin ik even mee. En daarna ga ik door met het editen en dan doe ik dat op de andere computer, zodat je ook een beetje mee kunt kijken. Even het begin. Lightroom. Waarom Lightroom en niet Photoshop? Ik had gisteren al een stukje op 4 Aviation, had ik al een stukje getikt. Voor mij is Lightroom de ideale combinatie van een fotodatabase. Oftewel, mijn hele collectie van mijn foto's zit in één database. En ik heb er alles getagd en ik kan alles vinden en dan ga ik zo lang dat zien. En het heeft ook alle editing tools die ik nodig heb. Er zijn soms editing dingen dat ik denk van, maar ja, hier staat een voorkant en er staat zo'n hele menigte achter op je foto. Dat moet even weggepoetst worden. Ja, dan wordt het Photoshop. Maar voor de rest, alles wat je normaal doet met een foto, het rechtzetten, het kroppen, de contrast, de kleuren bijstellen, dat soort dingen allemaal. Ja, dat zit allemaal standaard in Lightroom. En ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Dus dat werkt als een speer. Er zijn mensen met een beetje Lightroom ervaring. Er zijn mensen die nog helemaal geen Lightroom ervaring hebben. Ik wil in deze cursus, in training, in introductie zeg maar, wat meer vertellen over de basisstappen. Dus die stappen die ik al, ik zal mijn scherm even delen. De stappen die ik in gedachten had, waren dus deze. Lightroom versus Photoshop, overzicht van de modules, inladen van de foto's, basisbewerking, handige tips. En nou ja, als het nog even kan, we hebben een uur of anderhalf uur, ook nog iets vertellen over tagging. Dat is nog mijn passie namelijk. Dat wil ik ook laten zien. Even naar Lightroom zelf. Als je Lightroom start, dan moet ik even op dit knopje drukken. Zo. Dan heb je rechtsbovenaan heb je een aantal modules. Dus zal ik een beetje inzoomen. Kijk, je hebt hier de library, develop, map, dus kaart. Boek, dat gebruik ik echt nooit, en een slideshow. Eigenlijk, in mijn geval, ik gebruik alleen de eerste drie. De library mode is gewoon het overzicht van de foto's, dat zijn de foto's in het klein. Develop mode is per foto, dus dan ga je inzoomen op één foto en die ga je dan ontwikkelen, die ga je dan bewerken. En de kaart laat zien waar de foto's genomen zijn. Als je tenminste een GPS-informatie in je camera hebt zitten, of je voegt dat vanzelf toe. Want je kan met de kaart optie, kun je ook foto's, zeg maar, taggen qua locatie. Je kan een foto naar de kaart slepen en dan staat hij daar. Dus dat zijn leuke dingen. Daar ben ik zelf toch wel gek van. Dus dat is een beetje het principe van de modules van Lightroom. En je kunt dus inderdaad ook een boek maken. Dus de boel afdrukken als een boek. Je kan er een slideshow van maken. Printen. Ja, voor web is een nieuwe functie die ik niet eens ken. Maar waarschijnlijk kun je ook nog een webpagina maken. Nou, hartstikke goed. Op het moment dat je dus terugkomt van een dagje foto's maken, voor Leeuwarden, whatever, of verder buitenland, en je hebt je kaartjes, dan is het wel de druk om je foto's in Lightroom te krijgen. En er zijn verschillende opties voor om dat te doen. Je kunt ze direct van je kaart inladen. Dus door middel van bestand, file, kun je hier met import foto's en video's, kun je je foto's gelijk inladen. Vanaf je kaartje. Op het moment dat je een kaartje, een SD-kaartje of een CF-kaartje in je computer daalt, zet Lightroom nog gelijk van, oh, leuk, zal ik het importeren. Zelf ben ik daar niet zo ontzettende fan van, omdat het kopiëren in Lightroom gaat vrij traag. Ik heb liever dat ik mijn files gewoon kopieer vanaf mijn kaartje naar een map toe, en dat ik die map gewoon inlaat. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Ik zal je een beetje laten zien hoe dat gaat. En ik heb hier bijvoorbeeld een kaartje. Kijk, waar zit die? Deze. En hier staan mijn alle foto's. Kun je dit een beetje zien trouwens? Oh, hier staat er niks in. Ik heb hem al leeg gehaald. Maar goed, stel dat die foto's in staan. Dan doe ik dus file. Dat doe ik hier. Dan kopieer ik deze foto's. En die smijt ik dan in mijn mappenstructuur. En ik heb hier een pictures folder. En hier staan al mijn vliegtuigfoto's. En die staan allemaal per jaar. Kijken of ik er een beetje kan inzoomen.
weer. Ik heb per jaar heb ik een map. En in die map heb ik dus per gelegenheid heb ik een, een gebeurtenis, heb ik een subfolder gemaakt. Hè, bijvoorbeeld hier, vorige week, 2 weken geleden, Vision Lightnings, aparte folder, daar gooi ik altijd de foto's van die dag in. Als ik inzoom, zie ik bij niks. Als ik inzoom, zie je niks? Ja, ik zie hier kantje eromheen staan, maar wordt niks. Oké. Kun je dit wel lezen, Anton? Ja, met moeite. Ja, met moeite. Oké, ik switch. Wat je kunt doen, hè, ja. Is even dubbelklikken op dat scherm. Met alle deelnemers. En dan wordt hij iets groter. Dan gaat boven de balk weg met alle kopjes. Ja, die heb ik al naar beneden. Dus. Ja. Jij kan helaas niet veel kleiner. Nee, prima. Dus, in ieder geval, mijn map is natuurlijk, ik zal hem hier ook nog laten zien in Lightroom. Die ziet er dus zo uit. Je ziet hier ook. Kan je dit wel zien, Anton? Nou, op zich zie ik alles, alleen wat jij zegt dat je doet inzoomen, dan gebeurt er bij mij niks, maar ik weet niet of je het groter zien. Jij ziet dus hier, zie je dus niet, zeg maar, dit zie je niet groter worden aan de linkerkant van je scherm. Nee, ik zie alleen een vierkantje eromheen komen. Ah, wat jammer. Ja, dat heb ik ook. Ja. Ja. Oké, dan is het even zoals het is. In ieder geval. Wat ik dus doe, ik kopieer mijn foto's van mijn kaartje naar een locatie. Dus die locatie net niet zien in mijn Dino. Dus ik heb per jaar heb ik dus een locatie. Dus ik zal die bijvoorbeeld in een folder maken. Die noem ik dan, de folders met spotten doe ik dan begin met een S. 2020, 11, Lightroom test. Nou, wel een, zie je? Dus maak je en hier gooi ik dan de foto's in. Bijvoorbeeld. En wat ik dan doe. Dan ga ik naar File. Ik ga naar. Wat we het niet doen. Ik ga naar File. Ik ga naar Import Foto's en Video's. En dan ga ik hier browse ik naar de folder waar dus die waar de files staan. En heel belangrijk, als ik hier dus kijk naar mijn Pictures folder. Ja, ik doe even deze. Ik pak even iets. Laat een aircraft. Zo, 2020. Best wel veel eigenlijk. Anton? Frank? Ja? Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar als ik aan de linkerkant van mijn scherm ga staan, daar komt bij mij een plusje en een minnetje tevoorschijn. En dan kun je gewoon op zoomen. Oh, dat is ook wel handig. Nee, helemaal ja, links. Ja, dankjewel. Ah, cool. Heel goed. Belangrijk is dat je als je op het moment dat je foto's importeert, dat je verschillende opties hebt. Je hebt hier copy as DNG, copy, move en add. Ik doe altijd add. Dus ik voeg alleen maar toe. Want de foto's staan al op mijn PC, op mijn laptop of op mijn Mac. En ik hoef ze alleen maar toe te voegen aan de library. Als je ze wil kopiëren vanaf je kaartje naar Photoshop of naar Lightroom, dan kan het dus op deze manier ook. Dan doe je dus copy. Snap je? Dus wat ik doe, even de stappen, is ik kopieer de foto's van mijn kaartje naar mijn computer. Dan doe ik file import, ga ik naar die folder waar ik net die foto's in gekopieerd heb, en dan doe ik add. Dat is een beetje de principe wat ik doe. Nou, dan heb ik een foto op de computer staan, en dat is een hele rij, en er zit meestal heel veel rood in. Dan even een voorbeeldje. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld Frisian Flag 2016, 1880 foto's. Nou, dat gebeurt, dat is gewoon 2 of 3 dagen Frisian Flag geweest. En dan denk je van, jezus, moet ik allemaal uitzoeken. Ja, en mijn truc is dus, of mijn truc, wat ik graag doe, wat het ervoor al even over, ik gooi graag de foto's die ik niet mooi vind uit mijn Lightroom. Ik bewaar dus alleen de foto's die ik de moeite waard vind. Nou, wat vind ik dan de moeite waard? Als ik dus zo'n heel rijtje, zoals deze 4 Eagles in Takeoff, daar hou ik er even over. En die andere, die gaan gewoon mijn database uit. Maar nee, ik vind het een beetje zonde, want waarom zou ik deze foto bewaren? Dat stelt niks voor. Dus wat ik doe, klik op zo'n foto. Ja, dit is wel aardig. Deze, vind ik niks. Dan kan ik kiezen op verschillende opties. Ik kan kiezen op de X. Dan zeg je van, ik vind die foto niks. X, zie je, set as ejected. Ik kan zetten P. Ik vind hem leuk. Dan krijg je een wit vlaggetje, zie je ook onderin. Of je kan zetten op U. En dan heb je helemaal geen vlag. Dus je hebt 3 knoppen. X. Is niks.
P is pik en U is unflag. Ja, dus dat is een beetje het principe. En wat ik dus doe per foto, ik kijk van, ah, is het wat? Nou, ik vind het niks. Ga ik door een volgende foto, doe ik weer X, vind ik niks. Nou, dat vind ik wel aardig. Nou, kijk dan. Dan denk ik van, ah, hier valt misschien iets van te maken op deze foto. Hè? Leuke vlammen eruit. Beetje klein, maar nou ja, je kan een beetje editen. Nou, dan denk ik van, oké, deze foto vind ik al wat. Dan zeg ik P. Dan kies ik die foto en denk ik, oh, well, dat is wel aardig. Misschien kan ik er wat mee. Even kijken of het een beetje scherp is, of wat is, of wat ik mee kan. Dan zoom ik in. En je kunt met Ctrl plus kun je verder inzoomen. En met Ctrl min kun je weer uitzoomen. Dan zie je dus ook dat je verschillende zoomopties hebt. Je hebt fit, nou, dat is de hele foto. Fill, dat is beeldvullend. 1:1, dat is op pixelniveau. En ik heb hier 3:1, nou, dat gaat wel heel ver. Wordt misschien wel een beetje veel. Maar in principe kun je dan aardig zien of die scherp is. En als die niet scherp is en een beetje scherp, dan is dat wel heel goed hoor. Je bent dat 3:1 is wel echt heel erg ingezoomd. Dus 1:1 ziet wel aardig uit. Dan denk ik van oké, dit is wel wat. En dan begin ik met mijn bewerking. En dus wat ik dan ga doen, is ik ga de foto, ga ik een aantal stappen door laten doorlopen. Dan denk ik van nou, hier kan ik wat mee. Ja, wat doe ik dan? Ik ga van de library mode, ga ik naar de development mode. En dan heb ik dus een hele set aan opties aan de rechterkant die ik kan kiezen om de foto te bewerken. En wat ik meestal in het begin doe, ik begin meestal met kroppen. Dus kroppen functie is deze, hè, dus dat vierkantje. En hiermee kun je dus foto kroppen. En je ziet, ik kan aardig kroppen. Frank, als je hem nou rejected hebt, hè? Ja. Dan wordt die niet van je harde schijf afgehaald, toch? Of wel? Ja, dat moet je nog zelf doen. Dan heb ik liever dat ik dat zelf zeg maar, gecontroleerd doe. En op een gegeven moment gooi ik mijn foto's, mijn X-foto gooi ik weg. Die zal ik straks laten zien wat ik ermee doe. Oké. Okay. Daar hebben we wel benieuwd naar. Ja. Dus, there you go. Ik zal Erwin ook nog wat tips geven. Ik zie met Jan nog wat heen liggen. In ieder geval, daar heb ik de foto een beetje gekropt. Nee, ik vind het nog niet helemaal met die krop. Ik probeer een beetje het vliegtuig in de vierkantjes te krijgen, dus het middelste kwadrat te krijgen. En dan denk ik, oké, dit is wel wat. Dit is een begin. Nou, een van de dingen die je ook kan doen tijdens het kroppen is de lineaal gebruiken. Dat gaan we zo meteen nog proberen. Je kan nog zeggen van oké, ik wil de foto een beetje schever hebben of dat soort toestanden. Dat is straks bij foto's die genomen zijn in Brazilië. Hè? Daar hebben we laatst een discussie over. Is dat wel handig? Dan zet je gewoon de foto, deze ruler zet je gelijk recht met de horizon en dan staat je foto recht. Nou, fantastische tool. Deze angle tool, die kun je zo weer daarin slepen. Die is echt heel leuk. Dus die zou ik zeker gebruiken als een foto. Ik bedoel, als het in de lucht is, zie je het niet, maar op de grond is het zeker grappig. Nou, oké, dan heb ik het dus gekropt. Doe ik enter, dan heb ik de kropfunctie en dan kan ik door het midden van de i-knop kan ik kijken van, oké, hoe groot is die foto eigenlijk geworden? Oh. Hier zie je. Kijk, hier zie je dat die foto. Hij is dus nog maar 21 bij 1435 pixels. Is wat klein, kan net op een iPad, maar het vult mijn scherm niet meer in ieder geval. Dus dat is wel aardig. Je kunt door middel van die i-toets kun je daar verschillende waarden zien. Je kan hier de snelheid, sorry, je kan hier de foto settings mee kijken, sluitertijd, ISO-waarde, diafragma, et cetera, met 300 mm lens. En door middel van nog een keer de i kan ik dus zien wanneer die genomen is, wat de tijdstip. Wat voor naam die heeft en inderdaad wat de dimensies zijn in de foto. Oké, dan hebben we die foto, ja, 21 pixels, daar kan ik wel mee. En dan begin ik dus met het bewerken en de kleur en het contrast en de brightness een beetje aan te passen. Nou, dan ga ik naar de functie basic. En hier zie je dus eigenlijk in de basic functie zie je dingen als exposure, dus belichting, contrast, hooglichten, schaduwen, witte. En zwart waren. En de truc is eigenlijk dat je de ideale foto heeft een soort van parabool in deze histogram. Dus de ideale foto is een beetje zo'n curve. En dus dat je een beetje links laag begint, dat gaat hij omhoog. En eindigt hij ook weer laag. En wat je eigenlijk moet doen is zoveel die foto zoveel mogelijk vanaf hier laag gelijk naar de top van de berg te gaan. En die berg weer daar precies dat hoekje laten. Laten eindigen. Dat zijn de mooiste foto's. Je zal zien van, oké, het komt een beetje in de buurt. Deze foto zit al redelijk in de buurt. En dan begin ik met de leukste functie in Photoshop. En sorry,
Deze functie zit alleen in Lightroom 9 of hoger. En dat is de dehaze functie. Die dehaze functie zit hier aan de rechterkant. Kun je dat zien, Anton? Anders schakel ik even over naar die andere computer. Anton zoekt de muteknop, denk ik. Ja, ik kan het wel zien. Ja? Okay. Mooi. Hier zit de dehaze functie. En wat de dehaze functie doet, is je haalt een soort van mistlaagje weg eigenlijk over je foto. En als je hier aan draait, dan zie je ook van, wow, wat gebeurt hier allemaal? Maar als je het een beetje in de perk houdt, en het beste trouwens is gewoon hier je cursor op te zetten en dan met een pijltje omhoog en pijltje omlaag de waarde aan te passen, dan zie je dat die foto iets meer contrast krijgt. In deze foto valt het wat minder, maar oké. Okay. Het teus nu is wat donker, maar hij heeft wat meer contrast gekregen. Dan ga je met exposure, ga dat een beetje corrigeren. Dan zit ik hier nog een beetje van, nou, de highlights ga ik nog een beetje mee experimenteren, kijken. Nou, oké, kijk, zie de lucht wat kleuren, zeg maar. Die laat ik nou even staan. En als die foto echt te donker is, kijk, die inlaten bijvoorbeeld, dan zoek ik even een beetje in. Die inlaten zijn een beetje zwart. Zie je? En die kun je met shadows, kun je dat een beetje optrekken. De shadows functie is ideaal voor schaduw, uiteraard, anders heb je geen shadows, onder de kist. Wat je ook ziet, is dat je middel van die blacks functie, zie je dus ook vaak dat, dat je het hele oppervlak optrekt. Nou, dat er inderdaad een beetje blacks nodig is. Ik werk het liefste, ik heb trouwens een apart toetsenbordje voor mijn Lightroom, dat heet een loop deck, maar daar komen we nog een keertje op. Maar ik werk het beste inderdaad gewoon met die pijltjes, waarbij je zo precies kan aftasten, nou oké, dit is zo wat, ik vind het wel aardig zo. Zie je? Dat is een beetje dus de functie. Okay. Je ziet het histogram boven nog niet heel veel wijzigen. Of... Nee, maar dat heb je eigenlijk als je... De histogram is het... Bij normale foto's is het histogram meestal redelijk goed. Waar het histogram echt slecht is, zijn scans. Scans van dia's zijn de hel. En dat zie je dus ook wel, dat je daar heel veel aan moet doen om dat weer goed te krijgen. Dat doen we nog in de volgende training, want dan ben je echt tot een kwartier per foto bezig. Nou, dus dan ga je echt ver. Kijk, wat ik eigenlijk voor standaard voor bewegingen doe, is inderdaad het kroppen, de exposure aanpassen, dus belichting. Ik speel een beetje met highlights, kijken of dat uitmaakt. En voornamelijk die haze en die shadows in de blacks gebruik ik het vaak. Nou, een beetje gehad. Je kunt nog inderdaad werken met vibrance en je kunt werken met saturation. En speciaal voor Paul, die nog een foto had op die Corsair bijvoorbeeld, die ik op voor Aviation gezet had. Dit soort functies, die zie je ook vaak komen bij foto's van Roel Reijnen. Dat is de texture en de clarity. Dan krijg je al helemaal, zie je, dan krijg je een hele, bijna tekenende foto met heel veel contrast. En een beetje too much, denk ik. Maar goed, dat is een persoonlijke smaak. Ik doe wel eens een keer een fotootje, dat je gewoon de tekening van de kist kan zien. Clarity en texture. Geef de tekening van een vliegtuig gewoon door. Ja. Waar heb je die clarity zitten dan? Heb ik even gemist. In de basic, dus deze, ja? Deze de bovenste, heb je een aantal opties. Hier heb je dus die exposure, contrast, highlights, shadows, white, blacks. En daaronder, bij die press, texture en clarity. Oh, die zit er gewoon onder, texture, clarity. Ja. Die. En die weer terug. Dat zijn nepwaardes. Gaat dat ver? Maar je kunt er af en toe heel leuke dingen mee uithalen. Dan zie ik dus inderdaad dat ik een beetje... Kijk, dat is wel grappig ook, wat ik wel vaker zie, is dat op het moment dat je dus naar een extreme waarde gaat en je gaat weer terug, denk je, hé, maar dan is dit er eigenlijk een beetje te licht, zie je? Dus dan is het wel grappig om dat verschil te zien. En wat ik ook heel vaak meemaak, is dat ik een foto geëdit heb, en dan denk ik een paar maanden later, ja, is toch niks. Ik ga weer terug. Ik heb ook altijd foto's terug, dat ik terugkijk die ik twee jaar geleden heb geëdit. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dat is wel, het is wel een kwestie van smaak. En precies van de mood van de dag. En ook wel hoe je licht staat van je computer en zo. Dat is best lastig. Dat is ook zo'n grappige functie. Als je nou linksonder bij die X en die Y, of II, dan kun je zeg maar voor en na de bewerking ook zien. Hè? Ja, je ziet het hier dus al. Ik heb eigenlijk iets te licht gemaakt. Dan ga ik zo even... Wat jouw taak is om daar te doen. Ik rol het even uit. Ja, zo. Oh, alweer er al. Yes. Dus ik vind het nou even te licht. Oh, kwam ik er nou weer uit? Leuke tip.
Als je eruit, dan moet je helemaal aan de linkerkant zien dat, dat grote. Ah, deze. Ja, ja, ja. Ga je weer terug. Ja, ja, gebruik... ja, dankjewel, man. Ik gebruik dus de compare-optie gebruik ik wel eens, maar deze AI gebruik ik eigenlijk nooit. Dat is een goede tip. Heel goed. Nou, ik vind hem nu even te licht, dus ik zou hem wel eigenlijk bij meer clarity, of meer die hazen in willen gooien. Een beetje meer contrast. En dan vind ik hem altijd iets te blauw. Dus dan gooi ik hem nog iets meer geel in. Het zal geen topfoto worden, maar het geeft een beetje aan wat de mogelijkheden zijn. Wat je net al zag, is dat ik best wel last heb van spotjes. Dus als ik, wat ik nu ga doen, is de volgende. Is de detail. En wacht, ik pak even een toetsenbordje bij. Oepa. Hier zie je, in, als ik hier op deze knop druk, wat ik doe nog een keertje. Als ik op deze knop druk, dat is die ronde knop, de tweede. Dan zie je dat, dat het beeld helemaal zwart wit wordt. Dat heeft te maken met deze functie, dat is de kloonfunctie. Als ik hier op klik, dan kom ik in de kloonfunctie. En wat er gebeurt is, ik heb een knopje hier onderaan, en onder in het midden van het scherm, dat heet Visualize Spots. Dan laat hij dus gelijk de vlekken zien op je foto. Als ik dit weghaal bijvoorbeeld, zie je er weinig. Je ziet de vlekken nu wel, omdat je weet waar ze zitten. Maar op het moment dat je dus hierop klikt, dan krijg je Visualize Spots. En dan is het heel handig om met deze kloonstamp even dit spotje, dit spotje, dit spotje, deze, 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 even die spotjes weg te halen. Zie je? Wat hij dus doet, hij kopieert eigenlijk een stukje lucht van de andere plek naar de foto toe. Zie je? Dus dat is het idee. Nou, dan heb je dat gehad. Dan krijg je de volgende stap. Dan ga je naar detail. Dan gaan we verscherpen. De truc met verscherpen is dat je, als je dus hier aan deze knop draait, dan verscherpt hij dus alles. Hij verscherpt de lucht, hij verscherpt de kist, hij verscherpt de wolken, et cetera, et cetera. En wat je eigenlijk wil, is dat je alleen de kist verscherpt en de rest ongemoeid laat. Dus wat je dan doet, is je zet je sharpening ongeveer op nou dit, 10, 15, zoiets. Dan hou je Alt op ingedrukt. Doe je masking. Je ziet die masking hieronder en die slider peeg je naar rechts. En op een gegeven moment hou je alleen, bijna alleen, het vliegtuig houden. Ja? Krijg je dus dit. Heb je een masker gelegd op je foto. En als je nu dus verscherpt, en ik heb meestal een scherpte van 90 met een radius van 0,7, dat is gewoon puur van wat ik lekker vind, dan heb ik dus nu de foto verscherpt. Zie je? En dan heb ik dus de lucht ongemoeid gelaten en ik heb alleen het vliegtuig verscherpt. En dan ben ik eigenlijk wel een beetje klaar. Kun je de masker nog één keer snel laten zien? Jazeker. Dus wat ik doe, ga ik even terug. Aan de linkerkant heb je trouwens je history staan. En dus alles wat je gedaan hebt, zie je hier staan aan de linkerkant. Dus je kan hier dus terug naar die laatste spot removal die ik gedaan heb. Dan ben ik weer terug op de oude setting. Ik zet mijn sharpening ongeveer op 10. Ik ga naar die masking knop, dat is die vierde hier. Ik hou de Alt knop ingedrukt. En ik sleep die naar rechts. Ik ga door tot ik alleen de kist overhaal. Dus ongeveer dit. Dan vul ik sharp 90 in. Radius 0,7. Klaar. Ja? Die radius 0,7, wat is dat? Je scherpteradius, dus hoe fijnmazig je verscherpt. Je kan met een grote bolletje verscherpen of je kan met een hele kleine bolletje verscherpen. En nou ja, goed, dus als je met een kleine bolletje verscherpt, is het dan niet scherp. Dus ik ben een beetje van, nou, dit vind ik op zich wel lekker. Dus je ziet het hier ook dat het best wel, omdat die foto nu nog vrij klein is, het wordt wel blokkerig. Op het moment dat ik hem exporteer, dan valt het echt dus best wel mee. Zie je? Dus dan ga ik even naar die i-functie weer. En dan zie je het verschil tussen voor en na. Zie je, dus het is wat meer, tot leven gekomen. En ja, je kan er wel mee. Het is geen topfoto, maar oké. Ik vind hem bewaren waard. Oké. Nou, heb ik dat gedaan, ga ik weer terug. Dan heb ik dus mijn foto heb ik gepikt, zeg maar. Hè? Ik heb gezegd, oké, ik vind hem goed. Dan geef ik ook nog een keertje een rating eraan. Dus ik heb verschillende ratings. Je kan kiezen tussen 1 sterren tot en met 5 sterren. Dus als ik een foto helemaal niks vind, of bijna niks vind, maar ja, toch zonde om te bewaren, dan geef ik hem 1 ster en druk ik de 1 in. Dan krijg ik redelijk 1. Vind ik het wel aardig,
2, vind ik de foto gemiddeld. Druk ik op de 3, vind ik de foto super. Dan is de foto 4. En ik heb heel weinig vijfjes. Dan nog kritisch. Maar echt de topfoto waar ik denk van, wauw, die wil ik aan de muur hebben. Of wauw, dit vind ik echt super. Die geef ik rating 5. Zie je? Dus ik heb die 5 verschillende ratings. Dan heb ik ook nog zoiets. Maar dat is ook een persoonlijk iets. Mijn output, dus mijn foto's, die print ik zelden uit. Ik heb gewoon 2 foto's aan de muur hangen, that's it. Mijn output, wat ik doe met mijn foto's, ik maak er screensavers van. Ik zit vaak in saaie vergaderingen en als de screensaver aangaat, dan komen al mijn foto's voorbij. Dus als ik hier mijn scherm naar links veeg, dat is helaas ja, wat ik altijd recht moet doen. Sorry. Beetje verkwijt. Ja, komt het maar terug. Kijk, je ziet hier nog een foto die ik op de achtergrond heb. Als ik mijn foto, mijn scherm, vaak buiten rechts veeg, dan klik ik bij een screensaver aan. En dan komen mijn foto's die ik in de loop van de jaren genomen heb, die komen voorbij. Dat vind ik heerlijk. En dit is mijn belangrijke output. Ik doe dit met een foto misschien in een blad ooit, maar ik print nooit wat uit. Ik maak geen fotoboeken. Mijn foto's staan op mijn iPad en staan op mijn computers. Mijn Mac en mijn MacBook. En ik vind het heerlijk om mijn foto's te kijken op een saai moment of wat dan ook. Of als ik even niks aan het doen ben, dan komen mijn foto's gewoon langs. En daar geniet ik gewoon van. Dat is de meest nuttige manier van je foto's. Ja, daar kijk je er niet nog naar. Ja, dat is wel een idee. Dus zo komt dan voorbij. Dus wat ik doe, ik maak mijn foto's zo groot als mijn scherm. Met een beetje trucage, want je ziet dat er een kadertje omheen staat. En dat doe wat met pleuren en zo. Maar zo komen mijn foto's een beetje langs. Dus de foto's die ik de moeite waard vind om te bewaren als screensaver, die geef ik een kleurcode. De kleurcode is meestal als ik een foto net heb bewerkt, denk ik van, dat vind ik altijd een screensaver foto, dan geef ik hem de kleurcode blauw. En dan doe ik erop de 9 te drukken. Hoor, ik zal even teruggaan. 9. Dan zie je dus ook dat die foto wordt onderaan in mijn filmstrip wordt die blauw. Zie je? Dus je ziet ook deze foto een beetje met een blauw labeltje. En dat betekent dat die foto, die ga ik straks exporteren naar dat grotere formaat. En dat is wat ik doe als laatste stap. Ik exporteer de foto en denk van, nou, daar kan ik wel mee. Alleen, sommige foto's zijn niet groot genoeg voor het hele scherm. Dus ik heb verschillende soorten selecties gemaakt. Van, nou, is die foto groot genoeg en die foto niet groot genoeg voor mijn Mac? Iets kleiner formaat is geschikt voor mijn MacBook. En is nog kleiner formaat is geschikt voor mijn iPad. Dus daar heb ik verschillende selecties van gemaakt. Maar dat is wat ik bij mijn foto's doe. Nou, je ziet hier een moment dat ik die foto heb geëxporteerd. En ik ben klaar en het staat op mijn screensaver directory. Dan maak ik de foto groen. Met het label groen. En dan druk ik op 8. Zie je? 8. Dan is die groen. Nou, deze foto. Ik pak even deze. Deze foto. Die vind ik wel exporteren waard. Dus wat ik dan doe, ik druk rechts op de foto en ik kies voor export. En in die export kan ik dus exporteren naar de schijf. En exporteer ik hier in de folder SS van screensaver. En daarna, en dat is wel een trucage, maar doen we de volgende keer wel een keertje, doe ik nog een stukje postprocessing eroverheen. Ik heb een dropletje gemaakt in Photoshop die dat kadertje maakt. Dus als ik hier dus zeg van oké, ik vind deze foto, deze foto vind ik net groot genoeg voor de iMac 5K. Deze. Export. En dan opent die Photoshop. Even mee bezig. En dan doe je wat woep, woep, woep. Dat is een teammeeting die ik vanmiddag had. En als hij dus klaar is, dan staat hij in mijn folder 5120 bij 1280, wat de resolutie is van mijn foto. Dan heb ik hier het eindrecht staan. Zie je? En dat is wat ik doe met de foto's. Dus even heel kort gezegd, wat ik doe met de foto's. Ik doe dus basisstappenbewerking. Ik level, ik crop. Ik doe dat aan het contrast. Ik doe wat aan de kleur als het nodig is. De helderheid. Ik haal de spots weg, dus ik haal die stofjes weg. Dat doe ik best wel vaak. En ik verscherp hem. En dan exporteer ik. Dat zijn de standaard stappen die ik doe.
Nee, ik gebruik geen toonkurve. Sorry, ik zie dat je allemaal, ik zie dat je allemaal dingen doorheen tikt. Dus, geef je even de kans om even wat te zeggen wat je allemaal gezegd hebt. Want ik heb moeite om het allemaal te lezen, want ik zit hier in mijn schermpje. Neem ik wel een slokje water. Dus vertel, wat heb je allemaal opgemerkt? Ja, wat heb ik allemaal? Wacht, ik zal mijn camera aan zien jullie me ook zitten. Wat heb ik allemaal gezegd? Om van develop naar de library heen en weer te gaan, gebruik je de D en de G. Ja, dat is heel snel om van A naar B te gaan. Ja. Maar als ik die H's gebruik, dan zie ik vaak dat de kleuren die je dan krijgt, die worden dan heel fel. Nu, als het grijze vliegtuigen zijn, dan is dat oké. Maar soms dan zijn die kleuren toch er iets over. Klopt. En dus dan haal ik met saturation haal ik het wat naar beneden. Ja. Ik besteed vrij veel tijd in de tone curve. Dus dat is dat tweede vakje wat je daar hebt staan. Ja, deze. Ja. En, jij doet het echt op deze klus. Dus, als je aan de link bovenaan heb je dan verschillende manieren om er naar te kijken. Maar sinds recente versie zit aan de linkerkant. Zit er dus inderdaad, het staat eigenlijk al aan, highlights, lights en darks. Ja. En je hebt daar eigenlijk op een redelijk eenvoudige manier, door met die schuivers daaronder te spelen, heb je op een redelijk eenvoudige manier wat meer controle dan met alleen darks en, of ik weet nou even niet hoe het daar boven heet, met shadows en highlights in het basic. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik een mooie manier. En zeker omdat je ook gaat kijken naar dat histogram, om te kijken, van, kom ik een beetje binnen het midden uit. Dat klopt, ik doe het meestal gewoon op gevoel. En dit is wat meer op exacte waardes. En kan je ook zien van waar mis ik nog stukken in mijn foto. En waar mis ik nog informatie in. Dat klopt inderdaad. Als je nu naar het histogram kijkt bijvoorbeeld. Dan zie je dat rechts zit er eigenlijk helemaal niks. Dus wat je boven kan doen. Ja. Als je nu boven gaat slepen met het histogram. Ja. In de rechterbovenhoek. En je schuift die rechterbovenhoek gewoon ietsje naar links. Mm-hmm. Nee, het histogram in de toonkurve. Ietsje naar beneden. Oh, in de toonkurve, sorry. Ja. Ja? In de curve, ja. Sorry, ja. Als je daar pak je de hoek helemaal boven. Oh, de hoek, oké. Boven. Ik pak die lijn daarboven en die schuif ik dan... Je schuift de lijn natuurlijk, ja. Dat klopt, ja. Dan schuif je... Maar niet onder pakken. Nee, je moet hem helemaal bovenaan in de hoek pakken. Dus nu even aan doen. Mm-hmm. Ja. Ik probeer het bolletje te pakken, maar valt niet mee. Ja. Je dacht het bolletje, zeker? Ja, ik werk op video's, dan gaat het allemaal makkelijker natuurlijk. Ja, ik wist het, daar komt de opmerking aan. Deze vrij lastig, hè? Ja, ik kan het inderdaad... Je bedoelt deze? Ik heb het... Ik doe wacht, hè. Ik heb Kun je scherm even de laten zien? Ja, ik weet niet. Ik pak hem gewoon erbij. Ik pak hem bovenaan in de hoek en dan komt er een pijltje op en neer. En een pijltje op. Houd dat pijltje op ervoor. Ja. Dan ga ik. Dan krijg ik dus dit. Wacht even. Hè. Nee. Ik zou mijn scherm. Kun je scherm niet laten zien hoe het spel werkt. Maar ik weet niet of dat kan. Ja, ik vind het vrij bewerkt. Ik heb het al eens geprobeerd hoor. Want ik had, tijdens de Lightroom-cursus van jaren geleden gaan we het ook over. Wat ik dan wel eens doe, is ik kijk in de basic vorm. En dan kijk ik inderdaad door middel van de highlights en zo. Kijk, door middel van de highlights kan je dus de histogram ook naar links trekken, zie je? Want je kan een beetje zien waar het probleem zit. Maar, ja, in Windows is het anders blijkbaar. Dat zou kunnen hoor. Er zijn een aantal functies die net anders zijn. Je ziet dus eigenlijk dat door middel van highlights trek ik die grote berg die in het midden zit, trek ik wat meer naar links, dus dat die in het midden zit. En dan zou je kunnen zeggen, dit vind je misschien mooier om die highlights eruit te halen. Het gebeurt trouwens vrij vaak hoor, dat die highlights de verstorende factor zijn. Je kan zien dat je dus door die highlights naar midden te trekken, dat je dus best wel wat de donkere foto krijgt. Ja, dat is ook een kwestie van smaak. Ik vind zelf dat ik hier, vind ik hem net lekker eigenlijk. Maar dat is ook weer wat ik net al zei. Dat is vaak van de dag. Het kan best zijn dat ik morgen terugkom en denk van, was het toch net niet. Dus het is ook best wel lastig. Het is een exacte wetenschap, maar het heeft ook veel te maken met gevoel. Ik heb best wel vaak dat ik die shadows naar rechts trek, zou ik maar zeggen. Weet je? Ik vind deze ook nog een beetje donker onder de vleugels. Ja.
Dat is net, ja, misschien ook net wat je mooi vindt. Maar... Ja, precies, ja. Nou, dat is inderdaad jij zou het meer zo doen. Ja, dat vind ik weer te licht. Dus ja, dat is ook een kwestie van smaak, hè. Dat klopt. Ja, je kunt het met het penseeltje kun je dan eventueel ook onder de vleugels kleuren, hè? Ja, je kunt echt heel exact weer dat verwerken. Maar dan wordt het ook wel een beetje meer Photoshop dan Lightroom, hoor. Ja, dat klopt. Ja. En dat zo werkt het ook exact ook weer niet. Je kan het ook met maskers werken en je kan een heleboel dingen doen. Maar eigenlijk, als het zo gespecialiseerd wordt, dan is het wel leuker om dat met Photoshop te doen. Het gaat bij puur om de basisbewerking en het uitzoeken van de foto om te kijken van, nou, hier kan ik wat mee. Ja? Wil je even een paar minuutjes om even zelf te spelen? Datzelfde masker wat jij gebruikt om scherp te maken, dat kun je toch ook gebruiken om dan alleen maar het vliegtuig lichter te maken? Ja, je kunt inderdaad door middel van een masker kun je inderdaad zeggen van oké, ik wil alleen maar het onderwerp uitpakken. Ik moet zeggen, ik gebruik dat niet heel vaak, dan ga ik meer naar Photoshop toe. En ja, ik had laatst een zon in een F-16 foto gepropt, die zon die was. Ja, dan doe ik dat al even met Photoshop. Heb jij ook de issue soms dat je database vergroot wordt van Lightroom? Dat het echt 10 gig opneemt of meer, weet je? Ja. Als ik weer terug ga naar mijn library modus. Ik heb mijn foto's onderverdeeld in twee hoofdzaken. Eén van is vliegtuigen. Ik zal even... Dus hier vliegtuigen. En de andere is privéfoto's. Nou, je ziet het, de hoeveelheid foto's. Kijk, de vliegtuigfoto's... Die sorteer ik regelmatig uit. Ik heb nu nog maar 37.000 foto's. Dat is toch veel. Maar je ziet dat ik de privéfoto's, dat is 71.000. En daar doe ik nooit wat mee. Die flikker ik in Lightroom en dan kijk ik nooit meer naar. Dat is wel grappig, maar ik doe er weinig mee. Zoals vakantiefoto's en zo. En je merkt dus gewoon dat ik nu 108.000 foto's in mijn database heb staan. En van elke foto wordt er zo'n preview bewaard. Want op het moment dat je de foto binnenlaat, dan gaat hij dus daar een plaatje voor maken, een ander plaatje maken, waardoor je heel makkelijk kan inzoomen en uitzoomen. Dan hoeft hij niet de foto's te laten. Hij maakt eigenlijk een soort van JPEG-versie van de ROM. En die database, die wordt gigantisch groot. Mijn Lightroom database, ik zal het eens spieken. Lightroom. En ik heb al die twee categorieën die het samenvoegt. Mijn Lightroom database, All Pictures 3.rl, elke kat is 1,70 gig groot. En dan heb ik nog de previews, dat zijn wat ik net liet zien, die is dus 123 gig. Ja, dat is gigantisch. Dus ik zit er wel aan te denken, Erik, om gewoon die foto's van privé en vliegtuigen dus zeg maar toch maar te gescheiden. Want dat wordt gewoon te groot. Ik merk gewoon dat het traag wordt. Ja? Ja. Yes. Oké. Kijken wat ik nog meer op mijn lounge had. Basisbewerking. Oké. Nou. Yes. Als je de... Nu heb je alleen die eerste scherp. Als jij bijvoorbeeld zegt van voor... zoals op Leeuwarden heel vaak gevallen. Hele mooie, strakke, grijze lucht. Ja. Donkere kist. En je wil toch maar wat net... Die lucht wat meer contrast, wat meer geur geven, zeg maar. Hoe pas jij dat aan, man? Ik heb hier zo'n foto bijvoorbeeld. Waar je dus ziet dat die lucht, die doortekening van die lucht die we er gewoon in hebben. Ja. En wat je kunt dus, door middel van die highlights functie, kun je dat wat meer benadrukken. Dus als ik de highlights eruit haal, dan zie je dat ik, kijk hier heb je dus, met die highlights naar links te trekken heb ik wat meer doortekening. En je kunt nu echt die highlights doen. Ja, dat gebruik ik het liefst. Want wat ik merk, dat je met clarity kun je dat ook doen. En dan kan je nog meer. Maar ik vind dat clarity echt wel vaak de foto vernachelt. Gaat wat te ver. Maar het kan wel, hè. Je ziet dus ook dat die clarity, je ziet dat die doortekening in de lucht, die wordt wel groot. Maar je gaat die kist ook meenemen, zie je? Ja. Hey, Paul! Van de Linden. Ik vind texture is vaak veel subtieler dan clarity. Ja, je ziet het ook inderdaad, maar ik heb met texture en clarity, ja, je kunt er echt een heleboel fantastisch mooi mee vanaf.
Het kan heel goed uitpakken, maar het kan ook dat je denkt van nou, want als je zeker als je inzoomt, denk je van nou oké, dus best wel. Maar als je, als je hier ook masking gebruikt, kun je dat dan ook reverse doen? Zeggen van alles behalve het vliegtuig? Ja, nou, ik gebruik masking niet zo heel vaak. Ik heb masking, maar dat, misschien dat Erwin dat weet. Ik gebruik masking op deze manier. Dus dat is deze knop hier recht bovenaan. En dan kun je hier zeggen van oké, je kan hier een masker leggen op het vliegtuig. Zo. En nu kun je zeg maar alleen deze selectie kun je ze aanpassen. En hier kun je zeggen van oké, ik kan hier de clarity toepassen. Dan doe ik alleen het vliegtuig. Ja? Nou, dat zou moeten zijn, maar ik weet ook niet waarom je dat niet doet. Maar ik gebruik dit vrij weinig, Anton. Het is inderdaad, het kan wel hoor. Ik vind dat heel moeilijk om te gebruiken. Wat ik veel gebruik is dat tool dat dus helemaal aan de rechterkant zit. Ja? Het kwastje. Helemaal rechts. Ik weet het kwastje. Dodging tool is het volgens mij. Waar zit het perceel? Het perceeltje. Als je dat aanklikt, daarmee kan je zeggen van nu ga ik hier dodgen, ja. Vrij subtiel, om donkere gedeeltes van je vliegtuig bijvoorbeeld lichter te maken. Ja, Ja. Dan moet je wel je grootte een beetje aanpassen. Ja. Nou, kijk, het hier gaat, dan ga je gewoon op. Je kan de grootte aanpassen door de scrollen over je muis, zeg maar. Je kan hem hier groter maken, kleiner maken. Ik moet zeggen, ik ben heel slecht in tekenen. Ik heb ook ontzettend moeite mee met bijvoorbeeld dat uitsnijden van die foto. En dan precies alleen dat dit overhouden en de rest van de lucht eromheen. Ach, man, ik ben daar jaren mee bezig. Ik kon vroeger al zo slecht schrijven. Dus ik ben er heel slecht in. Maar als je handig bent met de muis en je kan het heel goed tekenen. Precies op die cockpitranden en zo. En dan kan je dat zeker doen, ja. Want dan kun je er een masker leggen en dan kun je dus zeg maar dat selecteren. En precies dat stukje kun je dus uitlichten. Ja, zal ik die toncurve even laten zien? Ja, doe eens. Je hebt hem. Ik doe even stop sharing. Hey Paulus, welkom jongen. Ja, dankjewel. Sorry. Ja, ik voel het al zoiets. Ik neem de sessie op, dus het eerste deel kun je terugspoelen. Top. Ik zie die met die spot remove, zie ik niet die knop onderaan. Oké, misschien heb je een oude versie van Lightroom, dat zou kunnen hoor. Nee, ik heb het allernieuwste. Oké. Misschien dat wij Erwin. Heb je een Mac-versie of je een Windows-versie? Een Mac. Ja. Okay. Zien jullie mijn scherm? Ja. Ja. Yes. Dus dit is vorig jaar op Andra Vida. En we stonden daar vrij ver van de baan. En het was een beetje heiig. Je ziet al die bergen op de achtergrond die daar normaal liggen. Die zijn helemaal verdwenen. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb je hier een heel stuk heiligheid. En dus ik heb zo een hele reeks. Je ziet dat de motor drive die heeft goed gewerkt. Ik heb hier nog niks mee gedaan. En dus je kan je hier nu gaan spelen met de verschillende dingen. Maar wat ik vaak doe is ik ga toch naar die toncurve. En ik pak die dan hier zo bovenaan in de hoek. En ik krijg dus zo'n pijltje. En ik schuif die dan zo een beetje. Er gebeurt niks bij je scherm. Ik zie het ook even, zie ik nog niet, Erwin. Ja, misschien even stop sharen en opnieuw sharen. Soms blijft die hangen. Ik denk dat die bij jou blijft hangen. Ja, je muis staat ook stil. Ja. Nou, daar is je toncurve. Ja. Ja. Ja, ik probeer het te laten zien wat er gebeurt. Maar ja, ik zie mijn scherm een heel groot verschil. Ja, dat nu zien wij het ook. Het loopt gewoon wat achter. Het gaat niet zo snel. Kun je nog een keer teruggaan naar het begin? Dus dit was de originele foto. Ja, ja. En je ziet dat aan de linkerkant staat is eigenlijk geen informatie. Je moet ermee uitkijken, want als er een beetje informatie is, dan is dat al vaak. Maar je kan zeggen, kijk, ik ga dat een beetje aanpassen. En dan popt hij er helemaal uit, zie je? Je krijgt veel meer kleuren. Wat je ook moet doen is lens correction aanzetten, want ik zie al dat die hier niet aanstaan. Want ik zie dus in de hoek, zag ik dat er vignetting is. Ja. Dus nu is het ietsje te veel. Ja. Als ik nu met die tonecurve heb gespeeld, dan zie ik hierboven in de hoek, zie ik dit hier wit oplichten. Ja. En als je dat aanklikt, dan blijven hier die kleurtjes. Je ziet die randels, die zijn rood. Je ziet hier in de cockpit de rood. Je ziet dat vlag rood. Dus dat betekent dat we te ver zijn gegaan hiermee. Dus dat moet dus terug. Zo, als dit zwart blijft, dan ben ik geen informatie kwijt. Of ik ben ja een beetje hier aan de fin en een klein beetje in de cockpit. Maar voor de rest ben ik geen informatie kwijt. En dan begin ik daar. En als ik dat heb gedaan, dan begin ik inderdaad met het aanpassen van...
van de andere dingen die ik hier dan eventueel zou kunnen. Het grappige is dat je dus helemaal niks aan de highlights, of je had eigenlijk gedacht dat die tooncurve, dat hij misschien ook de highlights knop naar links schoot. Dat heeft hij helemaal niet gedaan, zie je? Hij heeft eigenlijk het enige wat, heb jij dan niet die hees op de 10 gezet, of heeft die tooncurve dat gedaan? Heeft hij wat, heeft hij, sorry? Nou, die hees in die basic staat nu op 10. Ik ben net volgens mij. Nee, die heb ik zelf er net opgezet. Oh, deed je dit zelf? Oké, okay. Ja, dat ging zo snel. Ja, ik zit ermee te spelen tegelijkertijd. Dus ik heb die dan zelf gezet. Wat die tooncurve ook, dus als ik dat dus algemeen, want dit is al, je ziet hier bovenaan, het is algemeen, point curve. Je kan het ook per kleur doen. Mm-hmm. Al wat wel heel moeilijk is hoor, want je kan dus zeggen, ik ga hier dus het blauw, en maar dus je kleuren die worden heel snel, worden die gewoon fout voor vliegtuigen toch. Ja. Heb je niet, kan hier adjust highlights en darks, dus we zien hieronder is het toch wel wat dark. Dus ik kan zeggen, oké, of ik ga in de shadows ga ik proberen die iets aan te passen. En ik speel daar soms een beetje mee, want je wil ook die bomen niet laten verdwijnen natuurlijk. Dus ik speel er dan een beetje mee om te zien van oké, wat is waar zit nu het effect? Mm-hmm. Dus ik heb meer controle dan als ik dat doe hierboven in highlights en shadows. Want dan heb ik alleen highlights en shadows en hier heb ik echt meer controle. Want je ziet als ik hier aan die dark zit, ja, dan gebeurt er van alles. Terwijl die kist blijft toch eigenlijk redelijk... Die kist is nu nog eigenlijk redelijk qua kleur, terwijl de achtergrond een heel stuk donkerder is geworden. Ik zeg, ik overdrijf het, hè, maar je ziet dus die bomen, die hebben een beetje normale kleur. En dus als ik er nu nog mee ga spelen, dan kan ik het nog een beetje oppiepen. Misschien moet ik de shadows een beetje... Maar je kan dus op die manier, kan je vrij eenvoudig... Je ziet nu, heb ik aan de onderkant heb ik dus shadow clipping, aan de bovenkant highlight clipping. Maar je kan op die manier kan je redelijk diep gaan in het aanpassen van je foto. Ja, zie je het. Ja. Ja, zie je hem even terug naar waar die vandaan kwam. Mm-hmm. Ja, dat is. Ja. Dus hij komt van een hele flatse foto. En uiteindelijk is die hier, ik heb het dus veel te veel overdreven. Maar hier is die dus veel scherper. Kijk, en hier zie je dus gewoon het nut van, als je dus nu met de shadow functie gaat doen, dan haal je dat zwarte blok onder die kist haal je weer weg. Nu is die ietsje te licht, of dan moet ik te laat. Ja. Ik heb het overdreven. Nee, ik doe het vaak, dan schaar wat jij ook zei. Ik overdrijf die dingen een beetje en daarna breng ik ze terug, zodat ik totdat ik me er goed bij voel. Krijg je ook spijt van de volgende dag, hoor, trouwens. Ja. Je denkt van, oh kijk, ik ben misschien iets te veel geweest. Ja. Dus ik speel daar heel veel mee met die dingen. Ja. Met die dingen. Lens corrections, daar wil ik ook nog wel eens mee spelen. Even kijken, heb ik verder nog dingen? Ja, als ik dia's aan het scannen ben, dan zit ik vaak hier in manual profile correction, omdat ik van die oude... Ik weet niet, in de jaren 80 en 90, dan heb je dus geen profiel van die lens. En vaak hebben die lenzen, of ik had dan geen dure lenzen, die hebben dan vignetting enzovoort. En dan moet je daarmee gaan spelen om die dan recht te zetten. Ja. Dat zit hier in lens corrections. Nou, ik moet zeggen, ik heb dus nu zo'n 100-400 van Canon. En daar zit echt wel... Ik ben van een 1.4 crop naar full frame gegaan. En ik merk dus dat ik nu donkere hoeken heb. En juist door inderdaad die lens corrections, de profiel te kiezen van mijn camera met mijn lens, is in één keer pop, goed. Dat werkt fantastisch. Ja. Dat is ook het eerste wat ik doe als ik foto's binnenlaat. Allemaal gelijk die lens correctie daar toepassen. Dat kan je instellen, hè? Op je import. In de preferences zit ergens dat je dat kan instellen. Ja, precies. Ja. Bij het inladen kun je zeggen van oké, ik wil allemaal gelijk dat laten doen. Ja. Voilà, dat zijn mijn dingen. Ik heb toch wel dingen van je geleerd. Dat masking, dat gebruik ik helemaal niet. Doen jullie iets met het gradueerfilter, zeg maar? Want ik hoorde jou net zeggen, er zijn bergen op de achtergrond. En wat ik wel eens doe is, inderdaad als je gewoon een camera hebt met redelijk high dynamic range, dan kun je met het gradueerfilter kun je die bergen meer zichtbaar maken. Doen jullie er iets mee of niet? Ik gebruik hem normaal niet, Paul. Nee. Het is wel de moeite waard om eens te proberen. Ik kan het scherm even niet delen, dus ik heb een andere laptop op. Ja, nou kan mij even delen. Weet jullie het gradueerfilter te zitten?
Ik ga even deze. Ik ga even terug naar, naar het begin. Die zit er in het midden. Ja, dat is het, zeg maar, als je zeg maar onder het histogram. Ja. Heb je zeg maar dat smalle hokje, je hebt de brede hokken. Oh, deze gebruik ik natuurlijk. Ja, die hebben we net gehad. Die. Ja. Ja, en dan de vierde van rechts, dat is een langwerpig hoekje. Doe je dit? Ik zie even je beeld niet, Frank. Oké. Okay, nee. Heb ik mijn beeld niet gedeeld, jongens? Nee, we zien... Ik heb mijn beeld niet gedeeld. Nee. Je doet het op, hè? Zo, nee, komt goed. Ik zie alles. Ik zie iedereen. Ja, ik had hier dus het gradueelfilter. Ja? Dat is deze. Die, ja. Ja? En je had het over de vierde van rechts, maar wat bedoel je ermee? Ja, dat is die. Vierde van links. Ja. Nee, die bedoel ik inderdaad. Maar wat ik wel eens doe is als je op een gegeven moment, deze leent zich iets minder, zeg maar. Hè? Maar als je net die Phantom had en je hebt dan bergen op de achtergrond, dan wil het wel eens werken, zeg maar. Als je het gradueerfilter dan van boven naar beneden trekt. Ja. En als je dan iets gaat doen met het nevel verminderen, zeg maar. Ja, die is, ja, klopt. En iets met witte tinten dichtschuiven. Ja. Dan komen die bergen, die komen beter. Het wel zo is dat het contrast, de aanpassing van de foto is heel raar, want dan heb je dus de helft, heb je wel beweegd, al de helft niet. Het is, ja, ik gebruik het niet zo heel vaak, eerlijk gezegd. Maar je hebt wel gelijk, hoor. Ik los het op door middel van de clarity en highlights om de boel naar voren te toveren. Nou, wat het voordeel ervan is dat, stel voor je als je een foto hebt met zeg maar heel veel grond en bos, ja. Je hebt wel wat mooie wolkenpartijen erboven die een klein beetje zijn uitgevreten, zeg maar, hè, door de zon. Ja. Dan kun je gewoon zonder de belichting van de rest van de foto aan te passen, kun je dat deel, zeg maar, wat je boven eruit tilt, kun je wel gewoon iets contrastrijker maken. En als je het over de hele foto doet, en je wil, zeg maar, die wolken wil je iets doen met contrast, dan ja, bewerk je natuurlijk ook de onderkant van de foto. Dus dat is, het lukt niet altijd, maar het is ook een foto's lenen is ik niet, maar ik heb bijvoorbeeld van de week, ik zal hem straks eens delen, een foto in Kazachstan op Almaty, en dan had je gewoon die hele mooie hoge bergen op de achtergrond met sneeuw, en die vielen eigenlijk, waren die een beetje hazy, en door die gradueerfilter te gebruiken en een klein beetje te spelen, zeg maar, met die schuifjes kwamen die wolken er wel veel mooier uit. Dus op zich wel een leuke situatie. Spelen. Nou ja, kijk, dat is toch een beetje de truc van Photoshop. Alles zit aan de rechterkant. Hè, in die submenuutjes. Je kan ze ook allemaal uitklappen als je wil. Ik gebruik meestal de basic, de detail en de effecten. Even kijken. Nee, ik gebruik de effect niet. Waar zit de sharpening? Oh, deze. Ik gebruik de basic en de detail gebruik meestal. En het is eigenlijk gewoon een beetje slepen en een beetje klunsen, een beetje klooien. Kijken waar de knopjes zitten. Ik heb nu in de loop der jaren heb ik eigenlijk een beetje een standaard ritme. Maar ik vind het wel leuk om ook een keer te horen van Erwin bijvoorbeeld. Of van jou, Paul. Van hey, jullie doen het anders. Dat is wel grappig. Die masking filter, die had ik bijvoorbeeld van Pieter van Palanen die me dat liet zien. Ik denk, oh oké, okay, dat kan ik vaker gebruiken. Dus zeker gewoon een beetje van elkaar leren. Dat is echt leuk. Zal ik laten zien wat ik daar dan typisch mee zou doen. Want ik doe het dan weer anders. En dat is het leuke van die tool. Er zit van alles in natuurlijk. Ja, ja zeker. Wacht, ik ga nog een keer proberen te share. Share. Location window. Hier is de Phantom weer. Zeg maar als je hem ziet. Ja, ik zie hem. Ja. Dus ik pak heel graag dit filter hier. En dus die brush tool. En nu, ik weet niet of je hem ziet op het scherm. Ja. Wat ik allemaal dus wil doen. Ik zet hem bijvoorbeeld. Ik zet hem gewoon op heel erg donker. En daarna begin ik een beetje te kleuren. En dan pak ik ongeveer die lucht die ik op de achtergrond. Dus dat graduated filter. Het probleem daarmee is dat die. Die is heel. Grof. Trekt een vaste lijn, dus ik overdrijf hier nu even, want ik ga een beetje sneller dan ik normaal zou gaan, maar ik kleur eigenlijk die. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb hier nu ongeveer dit gepakt. Het is niet helemaal ideaal, maar het is toch wel iets. Ik zal hem even iets kleiner maken. Kijk, je kan dat kleiner maken terwijl je bezig bent. Nog kleiner. Ja, de Ctrl-Min, Ctrl-Plus.
Of de blokjes. De je ziet dat je hiermee kan doen wat je wil. Nu, exposure is heel moeilijk, omdat exposure, dat maakt het gelijk een heel stuk donkerder of. Maar er zijn dingen zoals contrast, kan je dus verhogen, vrij eenvoudig. En of texture kan je verhogen, of die haze aanzetten. En op die manier kan je dan toch gaan spelen. Wacht, ik moet het even op 0 zetten, anders dan komt het niet goed. Gaat u op 0, hè? Of het contrast ietsje hoger en ik die haze iets. Ja. Zie je wat ik zei net van de, die haze, dat heeft vaak als effect dat je je kleur aan het overdrijven bent. Klopt, laten we dus het een beetje meer terug. Ja, trace van naar beneden. Ja, zeker. Ja. Om dat te compenseren. En nu zie je wel iets van een berg. Het is wel niet ideaal, maar je begrijpt mooi wat ik heb gedaan. Je ziet ook dat hierboven is het niet helemaal goed. Je moet daar wel voorzichtig mee spelen, zodat het mooi egaal is en alles. Maar van een berg, zo hoog zijn die bergen niet. Maar het leuke is, je moet dus heel precies met je potlood dan gaan. En dat ben ik meestal te lui voor worden of te clumsy voor worden. En ik van, oké, het is allemaal. Uiteindelijk zie je dat er wat stof op mijn sensor zit door deze hele manoeuvre. Maar dat kan je er dan later, dat haal je er dan later zo af. Hè? Dus het, ja. Het stof zit hier. Hebben jullie ook vaak dat je dan een automatic setting van maakt, zou ik maar zeggen? Dus als de volgende Phantom langskomt, dat je gewoon op één knop drukt en dat hij alles... Ja, dat wou ik zo even laten zien, want dat blijf je dan gaan. Ik wou hem even terugpakken, Wim, dan kunnen we even... gaat hij vrij lang. Even weer terug naar de basisbewerking voor degene die halverwege inkwamen vallen. Ik heb dus een standaard methode, maar dit is helemaal aan jezelf, waar ik doorheen ga. Dus wat ik al zei, ik begin met een krop. Ik doe even hier een grof. Ik weet niet dat dit een goede foto is, maar weet je wat, ik doe even een kroppie. Zo. Ik haal dit over. Ik doe wat basic. Ik kijk even naar de misschien een beetje wat donker, de highlights. Even, hij is veel te overbelicht, dus ik doe even een beetje exposure, een beetje knooien. Nou, een beetje standaard stappen die ik doe. Ik speel wat bij deze schuifjes. Hè? Dus belangrijk, krop, deze schuifjes. Je ziet dat ik hier nog wat aan de verscherping kan doen. Dus ik doe hier met de Alt Mask, doe ik iets meer dit, wie al die spotjes naar voren komen. Verscherp deze. Dan heb ik nog mijn spotjes. Die komen hier naar voren. Huppatee. Ik weet niet wat dit is trouwens. Maar ik weet niet of het spot is. Gaan we zo meteen achterkomen. Ik haal wat spotjes weg. Doe even grof. Oh, dat is wel een hele dikke. Dit. Met de blokhaak kun je trouwens dat puntje groter maken. Dan heb je even wat spotjes weggewerkt. Dan heb je nog een standaard bewerking, zeg maar. Even, dit is even heel snel. Wat ik nu doe. Ik doe shift, control of command bij mij. C, en dan kan ik dus de settings van deze foto kan ik kopiëren. En je ziet dat ik alle instellingen, alle dingen die je kunt wijzigen, die kun je kopiëren. Want wat je dus doet, is eigenlijk al die bewerkingen, die kopieer je. Dan doe je dus Shift, Command, C in mijn geval. Om even weten wat de volgende Windows is. Kijk, het development. Kijk, het zit zo standaard bij mij. Frank. Ja? Hoe kreeg jij nou net dat scherm met die instellingen tevoorschijn? Hoe deed je dat? Oh, daar kom ik zo even op terug. In ieder geval, ik even weten wat... Erwin, weet jij wat de command toetsen Windows is? Van mij is het command copy C. Command... Shift control C. Shift control C. Oké, voor jullie shift control C. Voor mij is het shift command C. Oké, kopieer je de settings. Doe je copy. Dan ga je naar de volgende foto. Dan doe je shift command, of inderdaad shift control in ieder geval V. En dan kopieer je al die settings hier ook heen. Zie je? Ik heb dan niet de krop gekopieerd net, dus ik doe het nog een keertje. Command C. Ik doe er ook de krop erbij. Zo. Ik ga naar de volgende. Hoppatee. In één keer klaar. Bijna. Ja? Geeft het een beetje idee. Hier kun je mee verder. Dat scheelt je een hele hoop tijd, omdat je gewoon anders elke bewerking iedere keer moet herhalen. Door middel van die kopieer settings kun je dus die settings, de bewerkingen kun je kopiëren naar je volgende foto. Dus dat is wel een erg handige optie die je vaak gebruikt. Ik gebruik hem heel vaak. Ik gebruik vaak Synchronize voor die toestand. Dus je hebt ook Synchronize. Mm-hmm. Ja, dus je select eerst je eerste en daarna pak je, weet ik veel, de drie edels die ernaast zitten. Oh ja.
Ja, dan ga je echt heel... dat pakken ze allemaal. Ja, ik doe ze toch wel eens per stuk. Nou ja, pak ook een relatie dan. Ja. En dan, ja, ik klik rechts, maar het is, er zit ook, ik zie dat er ook een shortcut is, sync settings, control shift S. Ja. En die doet datzelfde in één stap, dus dan hoef je niet paste te doen. Oké, ja, ik heb een loopback, dat is een apart toetsenbordje. Daar zit wel een knop op, kopie. Dat is helemaal makkelijk. Maar inderdaad, ja, het is wel handig. Hey, Paul, jij stelt de vraag, hoe deed je dat nou met die... Met deze... Command C, ik ving hem op, ik heb hem geprobeerd en ja, die was okay. Wat ik bedoelde. Maar je stelt nog een vraag, over hoe deed je dat nou? Was dat verscherpend toevallig? Ik? Nee, ja. ik vroeg inderdaad van hoe je dat scherm met die instellingen tevoorschijn toverde. En dat was met Command C. Oh, ja. Oké, heel goed. Nou, mooi. Nou, dit is even bewerking... A la basic. We kunnen volgende keer kunnen we eens een sessie doen waar we gewoon elkaar een beetje laten zien hoe we het allemaal doen. Dat is grappig. Ik heb ook met een ander groepje heb ik het een keer gedaan. En dan komen dingen naar voren van, oh ja, dat zo. Dat is echt heel grappig. Dus dat wil ik volgende keer wel eens een sessie gaan doen. Dat wordt een iets grotere sessie van andere mensen die al wat meer met Photoshop werken. En dan is het wel leuk om dat een keertje te delen. Wat ik nu nog even wil laten zien, het laatste half uurtje, is even mijn grote hobby. Mijn, zeg maar, spotten samen met Lightroom. Ik gebruik een fotodatabase. Ik heb al mijn keywords heb ik toegekend aan mijn foto's. Of ik heb al mijn foto's heb ik een keyword toegekend. Je ziet hier bijvoorbeeld al, pak even deze. Deze heeft keurig een serial, een type en een scrolling unit. Dus je ziet hier, ik zoek gewoon in 84028. En hij heeft dan gelijk dat de foto al getagd. En op die manier kan ik mijn foto's er terugvinden. Als ik zo kijk, bijvoorbeeld, ik heb hier military operators hier aan de rechterkant. Dan heb ik Amerika, United States, US Air Force. En hier heb ik al met Eagles. En hier zie je ook die 4828. Als het goed is, staat er een streepje bij. Hier zie je hem ook terugkomen. Dus zo kan ik ook zeggen, weet je wat, ik wil in één keer al mijn Eagles zien. Dan heb ik een pijltje aan de rechterkant. Dan heb ik in één keer allemaal Eagles. Zie je? Zo heb ik dus mijn foto's een beetje gerubriceerd. En nou ja, nu hebben we die Ford Aviation Challenge. Wat hebben we vandaag? Is het dag 209 of zo? Nee, 210. Zijn we in 210? Ja, 210. Ik weet niet hoe zoeken dat is voor mij. Ik hou het niet allemaal meer bij, maar als ik dus zeg van oké, ik doe hier aircraft. Dat zijn allemaal vliegtuigfoto's. Ik zoek op metadata. En ik moet even, er zit hier een labeltje tussen. Ik zoek op tekst. Nou zit ik er goed. Keywords contain 210. En dan heb ik niks. Yes! Maar ik vind van mij, ik heb een denk ik iets te veel. Ik heb hier denk ik iets te veel aanstaande filters. Tekst. Ja, hier zie je. Oké, ik kan er veel ook nog een keertje. Dan heb ik hier dus deze. Kijk, en dat is wat lastig, want hij filtert dus ook hier. De R2103 is dus ook een 210, want die heeft ook een 210. Ja, die telt niet, hè? Die mag niet van de Ford Aviation. Dus ja, dan heb ik dus, daar hou ik niet zo heel veel meer over. Ik heb hier nog een... de R210, deze zou kunnen. Ja, dus deze Transel, die zou kunnen. Ik vind hier echt de beste foto. Ik heb hier nog een DA210 uiteraard, die kan. Wat is dit voor een rare... Oh god. Hé, Paul was hier ook bij, volgens mij wel, hè? Nee. Macedonië. Wat een slechte foto trouwens, dit. ik heb voor zoveel te poetsen. Ik heb hier nog een, Braziliaanse... die 19, maar dat is het 1201, dat telt ook niet. En ik heb hier nog... kijk, deze. Nou... Hè? Hier zouden we nog kunnen maken. Zo heb ik in één keer alle foto's van 210. Dus wat ik dus doe per foto, is ik geef elke foto een serial. En dan ga ik even terug naar de foto's van Leeuwarden bijvoorbeeld. Ik ga weer terug naar de aircraft. Ik pak even jaartje 2019, daar ben ik ook nog mee bezig. Dat is echt vliegen vlek, jongen, daar moet ik er zoveel uitzoeken. Hier ben ik ongeveer hier gebleven. Kijk, hier zie je nog een paar grijzen.
En dan ga ik gewoon een beetje af. Al pet gooi ik. Oh, dat doe ik zo meteen nog eventjes. Kijk, hier. Deze heeft nog in serial. De 41,45, dus ik tik in. 31 plus. Nou, dat staat hij al. Hij is inderdaad verteld op 31. Oké, okay, klaar. Hier, zo ga ik met elke foto doe ik dat, geef ik dat serial. En natuurlijk komt het voor dat hij er nog niet in staat. En dan motiveer ik serial. Bijvoorbeeld zelf dat hij de 41,46 zou zijn geweest. En die ik nog niet heb, bijvoorbeeld. Dan maak ik hier gewoon 46 van. Zie je? En dan geef ik enter. Oh, ik heb de 46 heb ik al. Maar goed, even voor het voorbeeld. Zo heb ik alle foto's heb ik dus geruplaceerd naar serial. En die zie je dus terug in dit overzicht. Ik heb dus per land heb ik alle vliegtuigtypes. En op die manier heb ik mijn sortering aanstaan. Iedereen kan dat natuurlijk voor zichzelf verzinnen. Iedereen heeft zijn eigen systeem. Dit werkt voor mij. Ik moet zeggen, kost je wel wat jaartjes om dit allemaal goed te krijgen. Als Paul nu nog moet beginnen. Succes! Succes! Maar het is wel ontzettend leuk. Ik heb geen spottersboekje meer, maar ik ben toch eigenlijk wel een beetje een spotter. Dus ik vind het toch wel heel erg leuk om rijtjes te hebben. Kijk hier dan. Israëli's F-16's, zo'n heel rijtje. Word je toch blij van? Ik vind het wel ontzettend leuk om te doen. Dus, en dat zijn natuurlijk dit jaar zijn er een paar bijgekomen. Dus zo op die manier ga ik door mijn foto's heen en rubriceer ik ze. Dus dat is één ding. Wat ik ook doe, is de mapfunctie. Ik heb al mijn foto's heb ik op de kaart staan. En het leuke is met mijn nieuwe EOS 5D. Zit dus automatisch de GPS-informatie erbij. Dus hier zie je wel Leeuwarden inderdaad. Maar de oude foto's, die sleep ik naar de kaart toe waar de foto genomen is. Dus ik kom even, als ik deze foto, laat ik zeggen, nou, op Neuvenich had genomen, dan zou ik naar Neuvenich gaan. Trouwens, of ik kan niet gelijk zoeken trouwens. Dan kun je zeggen, Neuvenich. Hup. Hey, Leeuwarden, waarom Leeuwarden? Ik dacht, ja, dat is anders lag. Hier, Neuvenich. Ik kan hier met satelliet, kan ik hier kijken. Nou, hier ligt op vliegveld, kruisje. Ik kan dus echt zeggen, nee, ik heb die foto in de landing genomen, Neuvenich. Ik heb hem niet daar genomen, ik heb hem daar genomen. Bijvoorbeeld, het zal niet inmiddels het landwegje hier zijn geweest, maar goed, oké, okay, dan doe ik hem nog een keertje. Hier, tussen het mais. Zie je, dus zo kan ik heel makkelijk een hele groep van foto's die ik op een bepaalde basis genomen heb, gewoon in één keer bam, het landweggetje gooien. En er zijn al mijn foto's getagd. Wat ik ontzettend leuk vind, ik doe even trouwens de command set. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat ik dan een kaart van de wereld overhoud. En dat vind ik toch wel heel erg grappig. Waar alle plekjes op staan. Ga ik even terug naar al mijn foto's. Even hier naar de aircraft bijvoorbeeld. Als ik dan map zeg. Ik doe even de gewone kaart, de roadmap. Dan hou ik dus dit over. Zit ook voor een harde ding in. Ik ben echt nooit in Mongolië geweest, maar ja, je vliegt er overheen. Dus ja, dan krijg je dit. Zie je? Ja, en dan krijg je leuke landjes. Maar dit is echt, dit is hoeveel het werk om... 537 in Kroatië. Wat zeg je? 537 in Kroatië. 537 in Kroatië, ja, dat zou wel goed kunnen. Daar ben je ook eens geweest. Dus kijk, en Paul is er ook wel eens geweest, al een paar keer zelfs. Andere Paul. Tot zijn grote frustratie. Maar dat hebben ze. Ik denk dat ik 500 heb. En je ziet dus inderdaad op de schouder, dat hier dus het vliegveld, die G20 basis, daar heb ik 106 en hier de helikopterbasis heb ik er nog wat. Dus dan klik ik erop, dan krijg je inderdaad ook die te zien, zie je? En dan kan ik weer zeggen hier, foto, show in library, go to folder in library. En dan heb ik een folder hier. Dus ja, ik rubriceer me rot, maar mijn fotodatabase is echt wat ik echt leuk vind om bij te houden. Dit is gewoon mijn catalogus, dit is mijn fotoboek, dit is mijn alles waar ik mijn alle foto's in bijhoud. Nou is er wel een van de grootste dingen waar ik bang voor ben, en nou ja, of gezien ik turn wat de toestanden, maar voor mijn foto's, is toch wel het bewaren en de backups en wat als ik dit allemaal kwijtraak. Alle foto's worden opgeslagen in een database. He, dus die database die ik net al liet zien. Je hebt dus zo'n LRCAT-file, dat is deze.
hier heet die All Pictures 3.rlcat. Daar zit alle settings van elke foto zitten opgeslagen in die database. Raakt die database kapot, ja, ben je al die settings kwijt. Weet je wel, dat is ook zo lullig. Dan maakt die, kan je regelmatig een backup maken. Je maakt natuurlijk regelmatig backup van systemen. Prima. Maar wat ik graag doe, naast dus die database bewaren, is ik zorg ervoor dat er in elke, van elke file die ik gemaakt heb, dus elke foto die ik gemaakt heb, zet die dus, het Lightroom, dat is een setting, zet die automatisch een filetje bij met dezelfde naam met de foto, in dit geval dus de 605 CR2, maakt hij er ook een 605 XMP van. En in dat XMP-filetje zitten alle settings van die foto, je tags, je bewerkingssettings, je hele toestand, zitten in die XMP opgeslagen. Dus stel dat die database kapot raakt en je laat je foto's opnieuw in, dan zijn alle settings gewoon gelijk goed, want die staan in je XMP-file. Die neemt hij ook gelijk mee. Hij kijkt ook gelijk van, op het moment dat je foto laat, van hé, hey, hier is een XMP-file, oh mooi, dan pak je die erbij. Dus, wat Photoshop ook doet, toch? Als je een foto opent, een CR-file opent in Photoshop, ja, dan gaat hij toch zelf ook zo'n XMP-bestandje toevoegen? Ja, dat moet je wel aanzetten. Ik bedoel, Lightroom heeft het niet standaard aan, volgens mij. Dus ik bedoel, in Photoshop. Ik zie elke keer die XMP'tjes bij mij oproepen op het moment dat ik een foto heb geopend. Ja, dat kan. En dat is wel goed ook. Ja, default staat het aan in Photoshop Elements. Oké, ja. Hier staat het dus niet standaard aan. Dus als je nou kijkt naar Lightroom, je gaat naar je voorkeuren, preferences. Je moet naar je catalog preferences gaan. Catalog settings. Dan heb je hier bij metadata, derde, heb je hier automatically write changes into XMP. Ik geef je het advies, het zijn hele kleine verhaaltjes, om dit gewoon aan te zetten. Dan heb je hem altijd bij. Ja? Nou, dit is een beetje mijn overzicht voor nu. Ik heb er een beetje schorre keel van. Maar ik vind het ontzettend leuk om jullie doorheen te leiden. Heb je nog vragen of opmerkingen? Eentje voor mij uit dan. Ik heb een... Je kunt mij horen toch, hè? Ja. Oké, ik heb een vraag met betrekking. Hoe doe je dat dan met witte kisten? Ik weet niet of je dat doet, maar even weer terug. Ja? Ik zal even kijken. Delen. Mm-hmm. Wat moet ik dan delen? Gewoon het scherm neem ik aan. Het scherm delen. Even kijken. Doet ja. Wat? Gebeurt dat? Kijk. Ja. Witte kisten, zeg maar. Want als ik aan het schuiven ga, dan komen wel teksten net als de Luftwaffe op de staart. Is nou niet erg duidelijk zichtbaar. Maar als ik dan ga schuiven op aan die schuifjes, dan zie ik ook de kleur van het wit eigenlijk afnemen. Gaat die highlights eens een keer naar links, Paul? Dat is ook wel bij mij opgekomen, inderdaad. Kijk, zie je? Dan krijg ik die Luftwaffe, ik word er compleet duidelijk. Maar dan krijg je een... Hij wordt te geel voor jou. Ja, dat idee heb ik. Kan ook om mij liggen, maar... Mm-hmm. Nou ja, dat is even... Dus ik wil je hem juist niet iets minder wit... Ja, ik vind het wel mooi dan. Ik vind dit gewoon eigenlijk nog mooier dan dat hele fletse wit. Ik vind het gewoon wat warmer, sowieso. Ja, dit is dan één... kijk, want je ziet... Ik ben aan het wijzen met mijn vinger, maar dan zien jullie natuurlijk... Op de staart zie je dus de weerspiegeling van de zon. Ja. Die reflectie maakt het zo wit. Kijk, ja. Hoe krijg je dat ding nou weer kleiner? Wat ik dan doe, is ik pak dat pipetje wat daar zit... En ik ga, als ik echt een wit vlak heb en ik weet vrij zeker dat het daar wit moet zijn, dan pak ik het pipetje wat dus naast de kleurtemperatuur zit. Paul, even iets naar rechts met je muis. Dus onder het histogram naar beneden en dan zit daar kleurtemperatuur dus daar, en daar zit een pipetje. Naar links, ja. Dat pipetje. Ja. Links. Dan pak je beet. Ja, die tik. Ja, die kun je oppakken. En dan zet je in een kleurneutraal vak. En dan in de gele of zo. Ja, in de gele. Dat gaat wel heel erg overdrijven nu hoor, want je hebt hem, omdat je in de avond dicht zit.
Maar je kijkt eerst naar de kleuren die je nu hebt. Dus je hebt de kleurtemperatuur van 5200 en dan plus 15. En nu klik daar maar eens een keer. Wordt die blauw? Want je ziet dan gaat die kleurtemperatuur gaat een heel eind verschuiven natuurlijk. Dus nu klikken. Ja, ik zie nog niks, maar... Ik heb nog niet geklikt. Gewoon waar het nou staat klikken. Ja, klik maar. Ja, klikken waar het ongeveer neutraal zou moeten zijn. Ja, dan wordt die wel blauw. Ja. Maar het geeft wel aan. Kijk, je ziet dus nu ook dat die temperatuur... Die temperatuur... Doe maar eens command Z. Hij was 5200 en nu is die 4000. Oké, ja. Maar je ziet dat die onderste is ongeveer hetzelfde gebleven. Ja, en dan moet je naar je gevoel een beetje. Want hij is nu voor mij te geel. Ja. De lucht is ook te geel. En dus ik zou daar ietsje mee gaan spelen en daartussenin gaan zitten. Ja, nou, met die curve en zo. Nee, met die temperatuur. Ja, die bovenste, waar ik nou ook zit. Ja. Kijk, als je de kist te geel vindt, ik gebruik die tint gebruik ik vrij vaak. Overigens gebruik ik die sliders niet, hè, Paul. Ik zet gewoon mijn muis op die 5000 die daar staat. Even denken. Er zit nu 5413 staan. Als je daarop klikt. Ja. Maar één keer klikken. Nu kun je met je pijltjes toets. Kun je omhoog en omlaag. Als je hem ook verschuiven. Ja, de pijltjes toets van je toets. Zie, en dan kun je een beetje zien van. Oké, wat voor effect dat heeft. Wat vind je nou zelf mooi? En nu is het de zaak dat je die kist gewoon mooi de juiste kleur geeft. En dan kun je door middel van. Je saturation kun je nog zeggen, iets aan die bomenrij die het achter doet. Kun je nog iets doen? Ja, dus ik doe dat om die kleur eigenlijk te krijgen zoals ik hem wil. En als ik de kleur heb zoals ik hem wil, dan kijk ik heel nauwgelet naar die driehoekjes boven in het histogram. Om te zorgen dat die driehoekjes dat die niet oplichten. Of in ieder geval, ik zorg dat ik nergens washout of te donker heb. Zodat het helemaal blackout krijgt. Ja. Maar je gaat dan op, want ik ben nou bij de saturation, zeg maar, dan ga je dus op dat nulletje staan dan, in plaats van met de schuifjes. Ja, ik gebruik het klikken. Ja, en dan plus of min, plus dan maak ik er een Karel Appel van, denk ik eens. Kijk eens even aan het leuren. Allemaal jambrands. Dat kan ook zo. Nu, als je een foto hebt met echt moeilijke kleuren, een diascan bijvoorbeeld, waarbij je er echt niet uitkomt, omdat die kleuren, je ziet het boven in het histogram ook, hè, die kleuren die hebben verschillende pieken. En als je dus een oude Kodachrome dia op een Blue Hazy dag in Amerika gaat scannen vandaag, dan komen daar hele vreemde dingen uit. Photoshop is veel beter in het autotone en autocolor dan ik zelf in slaag in Lightroom. Mm-hmm. Dus als het echt een moeilijke foto is, dan druk ik op Ctrl E of Command E en dan open ik Photoshop en dan doe ik het daarin. Het nadeel daarvan wel is dat creëert dan een kopie van die foto in TIFF of PSD formaat. Die dan nog drie keer zo groot is. Die zijn echt groot. Ja, dat klopt. En je kunt dus gewoon door middel van de knop Command E kun je inderdaad de foto exporteren naar Photoshop. Dan krijg je hem dus in Photoshop en dan steeds als PSD nadeel. Dan is echt wauw. Gewoon dat was soms 100 megabyte of zo voor de foto of meer. Dat is echt gigantisch. Maar goed, dan heb je een mooie foto. Dus ja. Oké. Okay. Dus dan gebruik ik geen PSD, want PSD behoudt de 10 bits meer dan 10 bits kleurinformatie. En ik heb wel een 10-bit scherm enzovoort, maar dat is gewoon te veel. Mm. Maar Photoshop even openen, Ctrl E en dan autocolor, autotone. En daar, dat levert je vaak betere resultaten als je echt moeilijke kleuren hebt. Grappig, ja. Dat vind ik wel leuk. Photoshop is dus niet een... als je daar de wijziging hebt gemaakt, dan is die ook gemaakt. Dan is het moeilijk, omdat je hebt niet die historiek die je hier hebt. Die slaat de dingen op in de foto en niet in een XMP-vuiltje ernaast. Ja, dat doet hij wel als je een PSD hebt, kun je weer terug, hè? Ah, oké. Okay. Ja, ik ben ook geen Photoshop-expert. Nee, maar als je opstaat een Photoshop-file, dan heb je dus wel weer die historie, dan kun je weer terug. Dus dan is het wel grappig. Ja. Oké. Okay. Maar het is dus eigenlijk een kwestie van smaak met betrekking dan
de kleur van die kist. Ja, maar dat is het toch. Dat geldt natuurlijk voor foto's, dat geldt voor Lightroom. Ja, ja. Ik kom af en toe foto's tegen of foto's op denk van oké, okay, oké. Okay. Als je een foto rejected hebt, hoe haal je hem dan op je harde schijf weg? Ook nog over. Sorry, ben ik helemaal niet meer toegekomen, Erik. Ik heb helemaal gelijk. Ik had vroeger maakte ik dia's. Allemaal denk ik wel. Een beetje oudere generatie, dus dat komt wel. Ja. Ik knipte ze uit. En de dia's die ik het moeite waard vond om in te ramen, die deed ik in de raampie. En de rest van de foto's waar ik dacht van, nou dat is crap, die gooi ik in de schoenendoos. Dus ik had een hele grote schoenendoos met allemaal eigenlijk rolletjes waar ik nooit meer naar keek. Maar dat was een beetje mijn selectiemethode. Nou, ik doe hetzelfde met mijn foto's. Dus op het moment dat ik, ik doe even mijn scherm delen. Op het moment dat ik dus een hele verzameling van die X's heb, ik had er net een paar, ik had een Leeuwarden. Leeuwarden 2019 was ik mee bezig. Dan zie je hier, even kijken, Leeuwarden Frisian Flag 2019. Dan selecteer ik hier, door middel van die attribuut, selecteer ik alle X's. Oh ja, dan moet ik natuurlijk wel het labeltje gedaan uitzetten, anders heb ik alles. Okay. Hier heb ik alle foto's die ik van, nou, dit zijn de foto's die normaal gezien niet ingeramd zouden worden, maar in mijn schoenendoos zouden gaan. Die wil ik dus uit mijn Lightroom database hebben. Dan wil ik dan doen, ik heb alle foto's geselecteerd met een X. Ik doe Ctrl-A, Command-A in mijn geval. En ik heb hier een foldertje, die heb ik wel even op mijn desktop gezet. Die heb ik genoemd 2019-04 Frisian Flag Archive. En die foto's die move ik dus naar mijn archief toe. En dat archief, kijk, daar gaat die dat folder. Dat archief dat ga ik straks, haal ik straks uit mijn Lightroom database. Doe ik echt een muis op remove. En dat foldertje dat gooi ik ergens op een donkere plek van mijn harde schijf. Ik gooi het dus niet echt weg. Ik zou het weg kunnen gooien. Ik zou het inderdaad gewoon in de prullenbak kunnen gooien. Maar dat is net als de schoenendoos. Ik zou ook de inhoud van mijn schoenendoos weg kunnen gooien. Heb ik uiteindelijk wel gedaan trouwens. Maar ik heb hier gewoon een oude USB-schijf die ik nooit backup. En nou, in het geval dat ik een keer terug wil, dan kan ik mijn schoenendoos nog. Het leuke wat je dus nu ziet is dat je met dingetjes als toppa's en andere tools, kun je onscherpe foto's ook weer scherp maken. Dan denk je van, oh, ik heb er niet al onze scherpe foto's weggegooid. Ja, dan kan ik toch terug naar mijn schoentas. Zo is een beetje dat proces, Erik. Ja. Ik doe gewoon control backspace. Hè? Dus control backspace in de folder waarin je X hebt gedaan. Dan worden ze automatisch gedelete. Dan vraagt Lightroom had je ze ook van je harde schijf willen halen. Uh-huh. En dat doe ik gewoon radicaal, want ik heb genoeg foto's. Maar inderdaad, je kan ook. De storage is cheap en ik hou het allemaal bij. Ja, je hebt wel een punt, maar het is wel zo dat ik heb af en toe foto's en ik van, nou, dat vond ik toen helemaal niks. En later blijkt dat ik daar toch wel heel wat uit had kunnen halen, weet je wel. En ik van, ja. Je kunt bijvoorbeeld foto's die zo klein waren, ja, die kun je ook weer op vergroten met toppa's bijvoorbeeld. Ik van, ja, Dus ik ben nog een soort voorzichtig met data. Wat is dat toppas, Frank? Toppas is een externe tool. Best wel een prijs. Het is een Photoshop edition of een Lightroom edition. Eigenlijk is het een standaard pakket ernaast. Waarbij je extra goede ruis kan bewerken. Of je kan een foto opblazen. Een foto van 200 pixels kun je opblazen tot 1000. Dan is het nog steeds een redelijke foto. Je kunt... Een plugin op Photoshop? Of? Nee, het is geen plugin. Het is een apart pakket. Maar... je kunt de foto's die heel veel ruis bevatten, kun je beter ontruizen dan de denoise filter die in Lightroom zit. Er zitten af en toe een verrassend resultaat erbij. Er zitten foto's bij, wow. Ik heb bijvoorbeeld foto's genomen in Japan in 2008, die waren echt niet goed. En die met toppa's is dat toch wel een stukje beter geworden. Dus ja, foto's die ik normaal zou weggooien, hè, en die ik dus niet weggegooid heb, die kan ik opeens een leuk resultaat om te overen. T-O-P-A-Z. T-O-P-A-Z. Ja. Maar dus, ik heb eerst het geld uitgegeven aan Lightroom. Ik kan trouwens echt aanraden om gewoon een officiële licentie te nemen. Kost nu Black Friday, dat is morgen. Maar dat is nu al geldig. Kun je dus nu voor 10 euro per maand heb je Lightroom en Photoshop per maand. Ja. Gewoon Creative Cloud abonnement. Creative Cloud met van ja, de Creative Cloud met alleen Lightroom en Photoshop, de enige modules die ik gebruik. En ik ben net als jullie, ik heb al de software gejat.
altijd illegale versies gebruikt. En dan deed de map het weer niet, of deed dat het weer niet. Ik ben klaar met de niet-compatibiliteit met nieuwe WAV-files en zo. Ik bedoel, dus ik heb op een gegeven moment ook inderdaad die 10 euro abonnementen gepakt. Ik vind het fantastisch. Ja, zeker. En nou ja, als ik kijk, ik geef ook 10 euro per maand uit aan Netflix. Dan kijk ik een stuk minder dan aan Lightroom. Dus ik heb dit van waard. Dus. Ja. Ja, dat ja. Dus, Lightroom, ja. Betalen jullie voor Lightroom? Dat zeg ik net van de week. Betalen jullie voor Lightroom? Ja. Ja, echt wel. Ik geef je net een heel betoog waarom wij betalen voor Lightroom. Ja. Ja. Als je gratis bij Photoshop. Ja, je kan ook naar Steven, maar ik betaal er wel voor. Ja. Ja, maar je snapt de grapje verkeerd. Ik betaal dus voor Photoshop, maar... Oh, je betaalt Photoshop? Nee, ja, dat is één pakket. Ja, maar moet je niet het abonnement afsluiten dan? Heb je het één keer gekocht? Nee, ik heb ook een maandelijks abonnement is dat. Wat is dat voor 12 euro? Ja, dat is euro of zo. Hetzelfde. Maar daar zit Lightroom in. Ja, Lightroom, Adobe, Photoshop en dan... Ja, die. Dat is het. Lightroom, Photoshop en Adobe. Photoshop en Lightroom. Ja, nou, dat is perfect. Dat is precies wat ik heb. Ja? Je hebt de foto's sterren gekregen, want jij hebt mooi. Wat is dan jouw mooiste vijf sterrenfoto dan? Die heb ik nog niet gezien. Hoe die dat zijn er weinig, dus ja. Ga je laten zien natuurlijk. Oké. Als ik dan inderdaad zeg van ik wilde mijn aircraft hier. Pictures. Aircraft. Even het scherm delen misschien. Nou, ben ik eens ver. Ja. Sorry. Dit is geen 5 sterren waarde hoor. Dus. Ik durf het eigenlijk niet te laten zien. Oké, dus ik doe deze uit. Ik doe 5 sterren. En dan zijn dit mijn. En dan, het grappige is dat het ook weer zo smaakgevoelig. Maar deze Adware 670 vind ik wel erg leuk. Deze Tomcat. Ik ben wel fan van, dit was Legveld. Ik vind het een hele heerlijke foto. Natuurlijk deze. Wales, een paar leuke foto's. Ja, het zijn wel gave herinneringen. Het is ook niet zo dat de foto's nou echt zo super gaaf zijn, maar het is gewoon een gaaf herinnering. Had je nou die AWACS, had je je horizon nou niet geleveld? Nee, die heb ik expres zo gedaan. Dat tijd ik niet. Het is trouwens ook wel zo trouwens, dat ik soms wel expres gewoon... foto's scheef zet. Op vanwege het dramatisch effect. Dat heeft wel zo. Maar ik heb wel eens. Voornamelijk met Formule 1 onderzoek dat vaak. Dat is een beetje wat ik natuurlijk gehad van Frits van Helding. Maar goed, het leuke is dat je met een 5 is natuurlijk hartstikke subjectief. Net als je een muziek CD gaaf vindt. Dat is echt de bom. En dan later, jaren later. Ja, het is een beetje matig. Dus het is het leuk om iemand zijn eigen favoriet te maken. Als ik foto mee mag nemen, zeg maar, laat het niet over dat het binnenkort gebeurt, maar als je één foto mee mag nemen in je graf, dan zal dat dan worden. dat is precies het punt. Dat je gewoon, je maakt een portfolio aan. En je weet, welke foto's zijn echt leuk om te laten zien. En het grappige is dat je dus, vorige week was ik op Volcom. En dan heb ik toch ik heb 2 foto's gemaakt die ik gewoon een 5 vond. Maar het zou best kunnen zijn dat ik volgend jaar denk van, nou ja, eigenlijk is het toch een 4. Maar kijk, ik vind deze toch wel erg leuk. Daar zit de Chinook op de GLV bijvoorbeeld. En deze, dat vind ik wel leuk. Deze is wel een beetje gepoetst, dat klopt. Er zijn wat mensen te verdelen hier aan deze foto. Maar kijk, deze B2 foto bijvoorbeeld, ja, die heb ik 5 sterren gegeven. Ik heb god geen idee waarom dit 5 sterren is. Ja. Het is eigenlijk niks. 4 at most. Nou, dan is hij weg. Deze vind ik alweer leuk. Dus ja, het is ook een beetje subjectief. Een foto die altijd 5 zal blijven is deze. Dat vind ik gewoon heerlijk. Ja. Ja. Dus ja, Thomas Kenny was daar. En ook zoiets. Ik bedoel... Dit vind ik ook wel grappig. Deze mevrouw die kon niet landen. Dus... Weet Paul ook wel eens van. Met auto rijden. Ja. Ja, die vond ik wel heel leuk deze. Ja, dat zijn de foto's waar ik gewoon blij van word. Maar ook een Leeuwarden F-16 bijvoorbeeld. Ja, deze vind ik ook gewoon stoer. Het is bijna bij RTWR, dat is gewoon de bult. Ja, dat zijn foto's die ik gewoon echt leuk vind. Dus ik heb niet zo heel veel foto's met een 5. Ik denk dat, wat heb ik aan nu? 61. Nou, van nog mee. Er zitten een paar dubbel bij, zoals te zien. Zie je?
Maar je ziet dat de meeste foto's die zijn dus groen, want die zijn groot genoeg voor een screensaver. En die exporteer je ook naar een screensaver en die komen daar regelmatig voorbij. De vijf viertjes zijn meestal kun je screensaver maken. Ja. Dus zo doen we dat. Jongens, hartstikke leuk dat jullie er waren. Ik ga weer uitgebreiden. Ik heb droge bek. Ik wil even lekker aan de koffie of een bier. Als jullie interesse hebben, ik denk dat ik nog een keertje een sessie ga organiseren met wat nog meer lieden erbij die wat verder zijn met Photoshop nog. Kunnen we dan kritisch van leren. Maar voor nu zou ik zeggen, we gaan er gewoon een beetje mee klutsen, een beetje mee klooien. En als je vragen hebt, dan bel me of WhatsApp me of Messenger, wil me. Ja? Leuk initiatief, ja. Frank. Ja. Graag gedaan. Zeker weten. Ja. Ja, dankjewel. Leuk om te doen. Bedankt. Oké. Okay. Volgende keer, hè? Doei. Hoi. Hoi. Bedankt. Hoi. Hoi.